Ja, ik heb een brug naar jou, want dat schijnt klopt. Dus helemaal niet zo duurzaam te zijn. Nee, het is nu zo dit feit wordt gepresenteerd ook nu in het kader van de Klimaatweek van de NPO en de Wereld van Morgen programma waar we het zo over gaan hebben. En het wordt gezien als laaghangend fruit. Dus het is een makkelijke manier om CO2-uitstoot te besparen voor jezelf. En ook iets waar je niet bij stilstaat, want als je elke dag 20 mails verstuurt gemiddeld, is dat hetzelfde op jaarbasis als 1000 kilometer rijden met een auto. Hè? Best wel vervuilend. Zo. Maar 20 per dag is best een hoop. Hè? Niet iedereen komt eraan. Maar heel veel mensen wel. Ja, heel veel mensen wel. En het bewaren ervan, het staat toch op een cloud, in een server. Dus dat verbruikt toch ook continu energie nog daarna. Want dit programma, dat presenteer je, mede presenteer je. Ja, het gaat niet alleen over duurzaamheid, ook vooral over gewoon andere innovaties. Maar innovaties, goed, veel over duurzaamheid. Maar dit inderdaad. Leer je dus in dat programma. Dat je dus, ik word dus even wakker geschud van gewoon leeggooien die handel. Ik verbruik gewoon op die manier ook. En dat moet jij helemaal doen, want jij bent heel erg bezig met duurzaamheid, toch? Maar ik vind het zelf ook lastig, hoor. Want wat ik wel doe, is dat als een mailtje nutteloos is, gooi ik het gewoon weg. En ik heb ook een soort van schoon schip gemaakt, maar ik zie bijvoorbeeld ook oude e-mails. Mijn eerste mailtjes van Jaap Buijs, manager die overleden is. Ja, dan moet je die dat doe missen. Je niet. Nee, maar dat zijn herinneringen. Het is een Babylonische spraakverwarring. Dat heeft niks met ongelezen mails te maken. Het heeft met bewaarde mails ook bewaarde. Te maken. Ook bewaarde. Dat is het. Maar ongelezen is onzin. Maar die nemen wel ruimte in beslag. Ongelezen nemen dan misschien inderdaad meer ruimte in beslag. Omdat die inderdaad wat meer prioriteit hebben nog. Met een rood vinkje erbij. Bewaarde mails. Dus het is inderdaad, kijk, ongelezen mails inderdaad bewaren. Dat is eigenlijk ook nutteloos, want dat is kennelijk informatie waar je niks mee gedaan is. Ja, dus dat is met hele hoofd. Ja, maar die mails die jij graag wil bewaren, die kunt er op een externe harde schijf zetten. Dan kost dat toch nergens ruimte. Dat zou ik in principe kunnen doen. Maar ik kom denk ik ook aan 70.000 nu vanaf 2006. Precies. Ik daar wel aan. Ik hoor nog iets anders. Als jij een WhatsAppje verstuurt, dan kost dat net zoveel stroom als een heel penlightje. Dus ieder WhatsAppje dat je verstuurt is een penlightje leeg. Zo. Het wordt nu beargumenteerd dat een brief via de post versturen misschien wel duurzamer is dan een e-mail versturen. Een elektrische postduif? Voordat we helemaal leeglopen op dit kleine onderwerp. Jong heeft waanzinnige dingen gezien voor zijn programma. Hè? Maar wat wil jij? Wat wil je laten zien, zo? De wereld van morgen aan de kijker? Weet je, wat is jullie doelstelling? Nou, de doelstelling, ik mag het nu voor de derde keer presenteren. En samen met Hila Noorzaai, Karsten Dunmes. Heel blij mee dat ik dat mag doen, want het is een fantastisch programma om te maken. Kijk, als het gaat over klimaatverandering, is de berichtgeving heel vaak zeer negatief en onheilspellend van toon. Ja. En dat is ook terecht. Alleen, het is ook heel prettig en ook denk ik goed om het eens een keer van een heel constructieve kant te benaderen. Maar wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? En wat voor verschrikkelijk knappe en indrukwekkende dingen gebeuren er al momenteel door hele slimme mensen. En dat is wat we in dit programma doen. Ja, wat is dan waar jij heel erg van onder de indruk bent dit seizoen? Dat jij zegt, daar ben ik zo blij mee dat ik dat nu weet. Ik was misschien wel het meest onder de indruk. Het zegt even, kill your darlings dit. Maar ik heb een item gemaakt over zelfhelend beton. En er is dus een... Klinkt heel saai, zelfhelend beton. Ja, maar het is echt fantastisch. En als je het ziet, geloof je bijna je ogen niet. Ik ga het heel kort proberen uit te leggen. Professor Henk Jonkers van de TU in Delft, microbioloog, die dacht op een bepaald moment, er is een bacterie, die heet Bacillus coni, en die produceert kalksteen. Wat nou als ik die bacterie met de juiste voeding, met biologisch afbreekbaar plastic, tot korrels vermaal en dat meemaal met beton? Want beton scheurt altijd per definitie. Als je beton neerzet door de temperatuurverandering in het ontwikkelingsproces, zie je scheuren ontstaan. Zie je scheuren ontstaan, daar komt vocht in. Dat moet geïnspecteerd worden continu. Dat gaat ten koste van de stalen constructie die binnenin zit, die bewapening. En dat vocht nu activeert dus die bacteriën die in dat beton zitten. En die gaan dan uit zichzelf kalksteen aanmaken. En ik heb het met eigen ogen gezien. Je ziet dan een scheur in het beton. Die is dan wit. En dat is het kalksteen gemaakt door de bacterie. Er is 30-40% minder staal nodig. Er is minder inspectie nodig. En het wordt allemaal in Nederland ontwikkeld en uitgerold. Is toch geweldig? Geweldig dit. Maar je bent vaak ook helemaal niet bewust van wat kan je bijdragen. Ik zit heel vaak te denken van wat kan ik nou nog doen? En ik doe al wat ik kan. Maar ik ga kijken. En vaak heeft het een negatieve betekenis, hè? Bacteriën in de scheur. Wat zeg je nou? God, Palmat, ik zit je de hele avond te slaan. Ik kom met alle opmerkingen die je hebt. Bij zo'n DJ erbij, hè? Maar Nick, dus is per definitie voor mensen die altijd denken, wat kan ik bijdragen? Of hoe kan ik nadenken? Is dus dit wel echt een kijktip? Nou, ik ben ik kijktip, want dat, natuurlijk, daarvoor zit ik hier aan tafel. Maar ik vind het sowieso leuk, omdat wat ik ook gewoon merk in mijn omgeving, en daardoor werd ik steeds meer geïnteresseerd in het onderwerp, is dat er een soort ongemak ontstaat aan tafel. Want kijk, als Nederlanders stoten we gemiddeld 2 keer zoveel CO2 uit als
als gemiddelde aardbewoner. Dus eigenlijk zijn we allemaal, zelfs al zit je elke dag in het OV en vlieg je niet, zijn we allemaal bovengemiddeld vervuilend. En er ontstaat een soort ongemak en we gaan ook een beetje van denial naar despair. Dus eerst was het allemaal, zal het wel loslopen? En nu is het vaak dat het toch al te laat is en niks meer uitmaakt. En we hebben eigenlijk een stadium daarin overgeslagen, dat we gewoon gaan kijken van, hé, maar wat kan er wel? Ja. En het heeft ook hele uitdagende en interessante facetten, deze problematiek. Wat kan er wel? Dat kan je dus allemaal zien, de wereld van morgen. Dat is woensdagavond te zien om 20:30 op NPO 1. Ja, en hij staat